We wish you a Merry Christmas. Ik ben hier weer veel te vroeg mee. Maar dat maakt mij niet uit, want het is december, holadie. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Pikmin 2. Ik ben er weer, Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering zijn wij naar de Awakening Woods gegaan. Daar hebben we een cave gevonden en die cave gaat behoorlijk diep. Nou hebben we in deze vloer hebben we alles al gevonden. Dus gaan we gelijk ook een dieper de deur. Even over die intro. Ja, december hè. Ik hoop dat iedereen een leuke Sinterklaasavond heeft gehad. Nou ja, Sinterklaasavond is al een tijdje eigenlijk terug. Want gezien dat, volgens mij is het nou donderdag. Ish, weet niet. Ik weet niet welke dag dat het is, zo erg is het. Dat is het nadeel van twee series. Ik kan niet meer eigenlijk een beetje vinden van welke dag dat wat opgenomen wordt. Of wanneer wat wordt geüpload, dat wou ik zeggen. Oké, nou eens even kijken. Hebben we nog een ei hier misschien? Nee. Ik zag wel een vuur dinges. Zoals we in de vorige aflevering hebben gezien, rode Pikmin die zijn immuun tegen vuur en kunnen we die dingen mooi uitschakelen. En kunnen we nogal veel treasures vinden. Wat is nou uiteindelijk het doel van het spel? Ja, dus zeg maar om onze loon eigenlijk, onze schuld eigenlijk een beetje af te betalen. Wat mij brengt bij de question van storyline van Pikmin. Ik moet zeggen, Pikmin 2 is een ongelooflijk spel. Ik vertel het nou al gelijk in de, deel 4. Maar Pikmin 2 is een ongelooflijk groot spel. Veel groter als deel 1 zeker. Daar ben ik namelijk heel erg blij om. Oké. We hebben nog een paar... eerlijk delen. Jij een beetje meer dan hem. Maar het is een ongelooflijk groot spel. En hij is gewoon geweldig. Alleen qua storyline moet ik zeggen dat ik een beetje teleurstellend ben. In Pikmin 1 was het namelijk echt op overleven. En volgens mij hebben we allemaal flowers. Dus ja, nectar helpt ons nou niet meer op dit moment. Maar goed, toen was het echt op overleven gebaseerd. En nu vind ik dat, het is meer om een schuld af te lossen die jouw partner heeft. Het is niet echt meer op overleven een beetje gebaseerd. En dat vind ik wel jammer. Oké, laten we hem gewoon aan de voorkant aanvallen. Kijken wat er gebeurt. We hebben 20 paars Pikmin, allemaal geflowerd. Aanvallen! Dat ding had geen wow. Serieus, dude? Heb jij hem gewoon opgefroten? Hij staat nogal een beetje in de wegen. Nee, niet de paarse. Ik wil de rode hebben, ja? Hij staat nogal een beetje in de weg, dus jij gaat gewoon mee. Jij gaat gewoon mee. Jij wordt verkocht. En dan kunnen de mensen met je oogballen spelen, weet ik veel. Oké, dat klinkt nogal duister. 20. Dat is nogal. Ja, ik weet het. Ik zou mijn paarse kunnen gebruiken, maar daar heb ik geen zin in. En dan zien wij hier... Oh, nog een treasure. En nog meer paarse Pikmin die we kunnen maken. Nou, dat is handig. Oh, die had maar één Pikmin nodig. Een aaskaart, wat leuk. De schoppen aas. Oké, ik heb alleen maar flowers bij me. Dus die nectar die kan dadelijk wel goed van pas komen voor de 5 paarse die we dus nu weer meenemen. En op zich is het heel erg gunstig zoveel paarse te hebben. Want de enige manier om aan paarse Pikmin te komen is nogmaals om ze te transformeren van rood, geel of blauw. Ligt eraan, want ja, rood, geel en blauw die zitten alle drie natuurlijk weer in dit Pikmin spel. Maar paarse die kun je alleen maar op deze manier krijgen. Oké, 140 voor een aaskaart. Voor de schoppen aas, luck waver. Nou, ik weet niet of dit eigenlijk altijd een luck symbool is geweest, maar het maakt niet echt zoveel uit. Grappig feitje over deze kaart die we hier nou dus hebben. Nintendo is, voordat ze een game company begonnen... Nou ja, eigenlijk is kaart ook een game, daar niet van. Voordat ze een computer game company begonnen, maakten ze eigenlijk al diverse spelletjes, zoals bijvoorbeeld kaarten. Ja, leuk om te weten. Nou is er nog een klassieker, die komt nu gelijk ook in beeld. En het is zeg maar de eerste portable Game Boy die Nintendo had gemaakt. En dat was de Game & Watch, zoals we hem hier kunnen zien. En zoals we hem weten van een stage in de Super Smash Games. Altijd leuk om die dingen te vinden. Ons geluid indiqueert dat wij hier geen treasures meer hebben. En wij hebben dus zeg maar 5... Heb ik ze nog niet geplukt? Oh jawel, ze zijn gewoon heel erg langzaam. Oké, dan nemen we eventjes de paars mee. Eventjes de leaves, eventjes alleen. Oh, dan staat er één bloem tussen, dat maakt niet uit. Ja, hebben ze allemaal goed zo. Oké, dan kunnen jullie hier even blijven. Nemen jullie even mee.
En dan kunnen jullie even gelijk geflaueriseerd worden. Wacht eens eventjes. Ja, ik heb een zeef bij me. Hoppakee. Ik bedoel, we willen wel eventjes onze flowers wel eventjes goed in de flower power houden. Oké, nou, we hebben hier geen secrets meer zitten. Dus dan kunnen we weer door naar de volgende vloer. Mooi! En ik heb het heel vaak doorgeskipt, maar ik zal het eventjes laten zien. Het ziet er eigenlijk best wel geinig uit. Ze springen allemaal tegelijkertijd in hetzelfde gaatje. Oké, wordt weer opgeslagen. Heel erg leuk. Op naar de volgende vloer, verdorie. Sub-level 5. Hall of Beasts. Volgens mij zit de final. Yep, final level. Spannend. Oké. Nou hebben we hier onze eerste baas zitten. Deze baas kan nogal makkelijk zijn, maar ik raad aan om alleen maar je paarse Pikmin mee te nemen. De reden hiervoor is, je wilt niet al je Pikmin bij hebben. En ja, je wil hier rustig over na kunnen denken hoe dat je deze vijand aanpakt. Dit is namelijk Queen... Volgens mij is het Queen Bulburp. Even kijken, waar gaat je hoofd zitten? Oké, kom terug. Oh, je hoofd gaat aan de andere kant zitten. Oké. Nou, niks doen. Wat deze namelijk gaat doen is heel erg rustig staan te staren. Deze staart je alleen maar aan en wij staren terug. Nee, wat je met deze Pikmin wil doen is... met deze vijand wil doen is... Je wil zoveel mogelijk Pikmin op hem gooien. En op het moment dat hij gaat swingen... Wil je je Pikmin terugroepen, want dan gaat hij de rolaanval doen. Deze rolaanval verplettert elke Pikmin op zijn pad. Maar ja, we hebben hem ook al halve schade gegeven. Oké, nou op het moment dat hij weer stilstaat, kun je weer Pikmin op hem gooien. Wacht op zijn Q daar, tot hij dus zeg maar eventjes stil hangt. Dan kan hij weer zijn swapaanval gaan doen. En dan gaat hij weer rondrollen. Deze baas, het is de eerste baas, dus die hebben ze nogal expres makkelijk gemaakt voor die reden. Oké, nou dan kunnen we nog een keertje doen. En volgens mij is dit al genoeg om hem te verslaan. Yay! Splat, splat, splut. Oké, dan kunnen we de... Dankjewel voor die interruptie. How bizarre. This device is emitting black light. It must have been ingested by that creature. Nee, goh. What an absolutely ruthless right form. Our return to Hakkadate cannot be soon enough. Ja, vijanden hier. Ach joh, je hebt nog niks gezien. Het wordt nog veel erger. Maar goed, we nemen dus even alles mee. Waaronder ook dit, want het grappige is... Bazen... Ze geven iets van 20 poko's, misschien 10. Die kunnen op zich wel eigenlijk best wel veel geven. Het is jammer dat je niet hun remains, zeg maar, kan farmen voor Pikmin. Klinkt heel duister wat ik nu zeg, maar ik meen het serieus. Vind ik eigenlijk wel jammer. Dus nog even één ding ook trouwens. Waarom dat ik de meeste rode Pikmin gebruik om het te dragen. Paarse Pikmin zijn nogal heel erg traag met het dragen van voorwerpen. Want we zouden maar 4 paarse Pikmin nodig hebben. Maar dat zou enorm traag gaan. Dus vandaar dat ik zoiets heb van... Ik gebruik toch liever de rode Pikmin om dingen te halen. Nou, dat andere ding wat hij dus heeft gedropt. Dat is een special treasure. Net zoals die halve globe die we hebben gevonden. En deze die kan ons nogal iets heel erg handigs geven. Deze is waard 200 poko's, heel erg leuk. En het is een prototype detector. Wat nou prototype? Eigenlijk is het een liefdesmachine, zo'n spelletje of zo, weet ik veel. Hartstikke leuk. Maar goed. This contraption seems to react when it approaches treasure. I will connect it to my radar. Processing complete. The treasure gauge is now fully operational. It will now appear on your monitor. The needle will move right at it approaches treasure. Dit is dus een hele handige functie van het spel. Op het moment dat je dus nou daar die meter ziet. Op het moment dat die grijs wordt, wil dat zeggen dat er geen treasures meer op die vloer te vinden zijn. Dan hoop ik echt dat er geen treasures op die tweede vloer zijn, want ik heb echt geen zin om hier weer terug te gaan. Maar goed, we kunnen nou naar de geyser toe gaan en dan kunnen we dus escapen met onze Pikmin. Ziet er zo kleurvol uit. Kun je nagaan als we dadelijk alle kleuren van de Pikmin hebben. Yay! Oké, dus we hebben in totaal... Het dubbele van wat we in de vorige 3 afleveringen al gehaald hebben. Nou, eigenlijk in de 2 afleveringen, omdat gisteren waren we... De vorige aflevering, ik weet niet of gisteren Terraria is geweest. Maar ja, we hebben dus al het dubbele nou alleen al in deze cave gehaald. Dat wil ik zeker opslaan. En we zijn geen Pikmin kwijtgeraakt. Cave is compleet, dus we hebben niks achtergelaten. En dan komen we weer terug in de Awakening Wood. Nou, terug in Awakening Wood zul je zien dat de klok weer gewoon doorgaat vanaf het moment tot wij de cave in waren gegaan.
Nou hebben wij dus meer paarse pet. 20% of that collected. Recovered. Collected, maakt niet uit. Nou zie je dus dat we dus nou 20 paarse, 25 paarse zelfs hebben. En dat de vijanden jammer genoeg weer gerespawned zijn. Dit kan nogal vervelend zijn, maar op zich maak ik me daar niet zo zorgen over. Omdat de vijanden die we hier hebben, zijn niet echt zo super dodelijk. Nou, de berries hebben ze nog niet echt nodig gehad, dus ik ga gewoon hier even gauw verder. Zit hier een gemeenrek? Nee. Dus nou kunnen we zeg maar deze kant op om ervoor te zorgen dat we hier nou doorheen kunnen. Want we hebben meer paarse Pikmin. Dus we gooien hier even onze paarse Pikmin op. Nog eentje. Onze treasure meter die gaat al actief. Dat is van die bottle cap die daarboven ligt. Daar kunnen we helaas nog niks mee. Maar we kunnen wel even hem uitschakelen. Bombarderen die app. Nou, en dat brengt ons zeg maar al gelijk hier bij een watergebied. We zouden onze Pikmin eroverheen kunnen gooien. Maar dan boven, daar hebben we nog niks te doen. Dit is een poison gate. Kunnen we ook helaas nog niks tegen doen. Maar hier zit weer een nieuwe cave. Waar dat we weer kunnen exploren. Zoals je al ziet, Pikmin heeft een overworld en underworld. Twee verschillende dingen die je wil exploren. Dus, vergeet niet, de exploration pad, bla bla bla, die gaat weer mee, dat kennen we ondertussen wel. Vergeet niet, ondergronds kunnen we geen extra Pikmin harvesten, wat eigenlijk best wel jammer is. Maar dan zien we ook White Flower Garden, tot er een extra hazard bij is gekomen, namelijk poison. Maar we hebben nog geen Pikmin die tegen die poison kunnen. Toch wil je hier al ingaan. White Flower Garden, yay! Oké, dit is weer een nieuwe soort van dungeon. Deze dungeon die kan nogal gevaarlijk zijn als je heel erg roekeloos met Pikmin gaat gooien. Dit zal ik heel even uitleggen. Op het moment dat je een Pikmin hier over de reling heen gooit en dus de diepe afgrond in, telt dat als een gekilde Pikmin en ben je die Pikmin kwijt. Dus kijk heel goed uit met waar dat je je Pikmin natuurlijk naartoe gooit. Oké, ik heb een paarse klaarstaan hoor. Paars tegen paars, epic battle! Oké, nou we zien dat er hier treasures liggen. En we hebben weer van die shagrams. Oké, ik wil mijn paars klaar hebben. Oh, ik zie daar een paars, ik zie daar een paars, ik zie daar nog een paarse. Nee. Geen Pikmin kwijt? Ik hoorde een squeak. Ik hoorde een squeak, niet squeak hè. Waar is hij? Oké, nee, we hebben alles. Daar ligt niks. Daar ligt de treasure. Hier nog vijanden. Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn. Hier vijanden. Hier nog vijanden. Nee, dat is gewoon een cave. Oké, dan schakelen we over naar rood. Dus, Skippo? Ik heb geen idee wat het is. Neem het gewoon mee. Dus zorg er wel voor dat je je Pikmin daar dus niet over de rand heen gooit. Want echt serieus, dan ben je die Pikmin gewoon kwijt en dat zou zonde zijn. Dus, Oké, nou, het is een kleine plateau, moet ik heel eerlijk zeggen. Ik bedoel, serieus. Als we gaan kijken. Oh, die pieper die gaat helemaal. Kan irritant zijn op sommige momenten. Maar jeetje zeg. Een klein plateau. Het is gewoon 1+. Met een extra eiland daar. Jee. Oké, nou, laten we een beetje. Gewoon zo. Zo is het actie best wel leuk. Zo is het goed. Oké, zijn we er al? Ik ga gewoon hier alvast wachten op jullie, hoor. Ja, daar zijn ze al. Zo, hoe krijgen ze het erin gefrot? Skippy! Nutrient Silo. Nou, voor de mensen die het niet weten, ik heb er een beetje research op gedaan op wat sommige dingen zijn. En dit is pindakaas. Ik kan er niks aan doen, dit is gewoon pindakaas. Pindakaas! Ja, pindakaas. Oké, dat geluid zorgt er weer voor dat we hoorden tot we dus weten dat er geen treasures zijn. Maar op het moment zal de radar ook zwart-wit kleuren en geeft ons ook aan dat er geen treasures zijn. Dus mocht je het geluid nou op dit punt hebben gemist, dan kun je altijd je treasure meter in de gaten houden. En als die zo zwart-wit wordt, dan weet je van, hey, er zitten hier geen treasures. Oké, volgende vloer. We hebben treasures en we hebben Fiery Bulb... Fiery Blowhawk. Fiery. Oftewel, die kunnen vuur schieten. Daar wil je voor uitkijken. Het nadeel is, hun weten dus om Pikmin van hun af te kunnen gooien. Ondanks dat het vuurbeesten zijn, raad ik aan om tegen deze beesten je paarse Pikmin te gebruiken. Nogmaals, paarse Pikmin zijn enorm snel met aanvallen. Kunnen de vijand goed stunnen.
En geven hun nog niet eens de kans om zeg maar aan te vallen. Oh, hij heeft ons gezien hoor. Doei! Oké, nou hebben we er nog steeds geen over de rand gegooid. Gelukkig maar. Echt, ik zou me eigenlijk kapot schamen als ik dat had gedaan. Even kijken. Hebben we hier nog meer van die fiery? Ik zie er geen. Ik zie daar wel een diamant liggen. Diamond! Het lijkt wel Minecraft. Even kijken hoor. Volgens mij kunnen we daar gewoon rustig de rode Pikmin al op gooien. Goed mikken. Nou ben ik echt blij dat ik die sensitivity in aflevering 3 heb gefixt. Oké. Kunnen jullie hier gewoon op klimmen? Natuurlijk kunnen jullie daar. Het is wel een mooi kristal. Oké, en dan ligt er daar geloof ik lag er nog ergens iets. Oh, jullie hebben hem al. Daar gaat snel. Dat is snel. Wauw. En die is maar 100 poko's waard, serieus. Petrified Heart. Nou ja, als het gewoon steen is, het lijkt op een diamant. Sorry. Maar... ja, er ligt hier nog ergens een treasure. Even kijken, waar ligt hij dan? Daar? Nee. Oh ja, bij die fiery mafcase. Oh, een bottle cap. We hebben die van 7-Up gevonden. En in de openingscène hadden we er ook al eentje gezien. Ik ben benieuwd wat die van is. Ik bedoel, er zijn mensen die echt verzamelen, die bottle caps. Dus het is jammer dat tegenwoordig alles met zo'n draaisysteem is. Je weet wel, niet echt bottle caps meer, maar gewoon een plastic dop die erop zit. Vroeger was echt alles, zeg maar, dat je daar een flessenopener voor nodig had. Of sommige mensen die deden dat met een aansteker, of weet ik veel wat. Welke is het? Sluipreclame! Dr. Pepper, make the world stage better! Of iets in die trend, weet ik wel. 100 poko's, we hebben ze er weer bij. Dan kan ik het heel eventjes laten zien voordat ik snel de cave in ga, zoals je ziet. Hij wordt zwart-wit. Oké. Nee, nee! Ik richtte op de cave! We zijn onze eerste paarse Pikmin kwijt! Het zag er echt naar uit dat ik gewoon een Pikmin wou vermoorden, maar ik richtte op de cave en dan moet je op A drukken! Ah! Poor Purple! Dat was niet mijn bedoeling! Nou zou je dus voordat je de cave in kunnen gaan, zou je dus zeg maar de cave level, de sublevel, kunnen redoen als je op start drukt. Sorry, als je op min drukt. Nee, minus. Even kijken hoor. Ja, kijk. Dan heb je hier. Give up and escape. Nou, je zou dus zeg maar op min kunnen drukken en gewoon dus zeg maar je spel weer opnieuw kunnen starten. Waardoor dat je dus zeg maar weer terug in de cave bent. En dan zouden we die paarse Pikmin nog hebben. Het nadeel is... of ja, dat ga ik niet doen. Tenzij dat er echt een enorme blunder is. Want alles is random generated. Dat moet ik wel eventjes zeggen. In de caves is alles random. Dus hou er wel rekening mee. En ja, mocht het dus in een keer voorkomen dat er door een random... dat ik in één keer iets van 50 Pikmin kwijtraak. Ja, dan reset ik hem wel. Laat ik jullie de faal wel zien natuurlijk. Maar ja, dat kan wel eens gebeuren. How can a flower so deep on the ground bloom so rubbishly? How mysterious. Ach, zeur toch niet zo. This place is so warm. Could it act like a kind of hothouse for a foliage? Wie weet. Boeiend. Lekker belangrijk. Wat een geweldige Pikmin die wilde erin gegooid worden. Voor bij witte? Een witte? Nou, vergeet niet. Paarsje wil je er echt niet in gooien. Omdat paarsjes zijn kostbaar. Daarvoor gooi ik ze ook net over de ledge. Je wilde dus zeg maar de rode in gaan gooien. Het klinkt zo zielig. Kom op. Oké. Doe daar hier ook eventjes. Oké, daar zit er ook 5 in. Ja, per bloem kun je er ongeveer zeg maar 5 transformeren. Dus dat wil je zeker doen. Nou, tijd voor een nieuwe soort Pikmin. Incredible white Pikmin! It is tiny, but looks distinctly swift. Its eyes are an unseemly red. Ja, albino Pikmin. This type of Pikmin was not mentioned in your nursery, Omar. It must be an entirely new type. Goh, zou je zeggen. Our data record on this type is a blank page, since a certain captain never documented them. Wees nou eens wat vriendelijker tegen die jongen. Die jongen is hier op een per ongeluk gecrashed. You must experience and make detailed observation for the benefit of the future generations.
Ja, heel erg leuk. Maar goed, dit zijn witte Pikmin. Witte Pikmin, die zijn enorm snel. Hebben infrarood zicht. Dus die kunnen dus zeg maar treasures ondergrond zien. En zijn immuun tegen poison damage. Dus ja, dat is op zich wel heel erg handig. En als we hier dus zeg maar even rond gaan lopen. Oh, we kunnen ze gelijk eventjes flowerizen. Dat is al helemaal mooi. Oké, mag ik heel eventjes de witte? Hi. Nee, niet de paarse wou ik... Nee! Splitten! Waarom zijn jullie zo dicht bij de paarse? Serieus. Oké, ik heb ze alle 15. Even gelijk flowerizen. Zijn jullie allemaal flowers? Jullie zijn allemaal flowers, mooi. Witte Pikmin zijn dus ook de snelste Pikmin die ertussen zitten. En als wij hier naartoe lopen... dan zien we dat de witte Pikmin in één keer spontaan beginnen te graven. Die hebben daar dus iets gevonden. Amazing, the white Pikmin have anything completely buried in the ground. We couldn't find it. Perhaps these Pikmin have in the dirt. Ja, zoals ik al zei, hun hebben infrarood zicht. Hun weten dus zeg maar waar dat er een treasure is. Dankzij de treasure-raider weten wij dat ook. Maar hun zijn de eerste die dus zeg maar het kunnen opgraven op het moment dat je ze zoekt. Nou, ik ga verder nog exploren, dus ik ga hier eventjes wat rode Pikmin eventjes opgooien. Ja, dat zijn er genoeg. Dan hebben we de witte Pikmin ook nog bij ons. En dan kunnen we eventjes nog verder exploren. Want volgens mij ligt hier nog veel meer. Even kijken. Daar is de cave. Daar zet ik dan alvast even één kapitein neer. Olimar, blijf jij bij die cave? Hebben we alles gevonden, dan kunnen we gelijk terug. Jij neemt even alle Pikmin mee. Ook die. Ook die witte. Ook Kees. Weet ik veel. Maar volgens mij ligt er hier namelijk nog ergens iets verborgen. Hallo. Oh, kijk hier nou toch eens. Hallo. Hallo. Nou ja, nectar, daar hebben we eigenlijk weinig aan. Die eieren die kunnen trouwens ook potions droppen. Potions zoals bijvoorbeeld een red potion of iets in die trend. Oké, volgens mij zijn hun al hier aan het... Ja, dat is die tape. Het werkt dan alles al. Staat er ook zo mooi op. Tape. Super stick textile. Het is gewoon tape. Het is van dat speciale tape. Volgens mij wordt dat ook vaak gebruikt bij behangers en zo. Nee, dat was maar één treasure hier. Oké, nou dan kunnen we dus verder naar de volgende cave gaan. Maar dat wil ik toch bewaren voor de volgende aflevering. Aangezien dat we wel alweer 22 minuten in deze aflevering zitten. Dus heb je een leukste momentje? Vragen over de witte Pikmin? Iets! Weet ik veel! Meld het in de comment section! Ik lees het nog steeds zoveel mogelijk als ik daar natuurlijk de tijd voor heb. En ik heb ze ook altijd zeg maar... ik lees tot nu toe bijna eigenlijk... Nou, niet eigenlijk bijna. Ik lees gewoon alles. Lekker belangrijk. Goed. In ieder geval, laat het weten in de reactie als je daar tijd voor hebt. Laat een like achter voor de nieuwe witte Pikmin als je daar tijd voor hebt. En ik hoop jullie allemaal te zien bij de volgende aflevering van Pikmin 2. Bedankt voor het kijken en tot morgen. Bij welke aflevering dat er dan ook gaat komen. Dus, maar niet. Doei!